Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Alleen maar vrouwen in Q-Time is altijd leuk. Die mannen zijn ook wel leuk hoor, maar als je met die vrouwen zit, dan voel je toch een beetje girl empowerment. Ik zit met mevrouw Gina Berggraaf en met Louise Naden. Eigenlijk heeft ze meerdere namen, maar we gaan er vandaag ook bij haar artiestnaam noemen. En dat is Aida. What made is a little Q-Time? Dames, welkom in de studio van Q-Time. Het wordt een cultureel babbeltje, want we gaan op 19 mei bij Theater Thalia een speciaal evenement hebben, Theatercafé. Regina, vertel ons wat meer daarover. Ja, dus in mei vorig jaar hebben we de eerste editie gedaan. Dat was inderdaad vanuit HB Media in samenwerking met Theater Thalia. En toen hadden we Eddie Whitey, dat was de eerste artiest. Klinkt idee, zo bekend, hè? Ja. Ik heb bewust niks gezegd, maar goed. Ja. En het idee achter dit event is dat we een artiest vragen om over zichzelf te vertellen. Gecombineerd natuurlijk met performances, gecombineerd met gastoptredens, gecombineerd natuurlijk met interactie met het publiek. Het is een kleine setting, we doen het, als het niet regent, doen we het op het terras. Mm-hmm. Als het regent, doen we het in de foyer. We hebben nu twee edities gedaan, eentje op het terras en eentje in de foyer, want toen regende. En het is elke keer weer mooi om te zien wat iemand gebracht heeft tot het punt waar hij of zij op dat moment in zijn leven is. Ja. En natuurlijk ook welke ambities een persoon heeft om weer verder te gaan. Mm-hmm. Okay. En dat willen we op het, dat verhaal brengen we over. Ja. Ja. En van wie was de tweede editie? Dat was van Shifar Abdulaziz. Mm-hmm. En dat is een percussionist. Ja. Ook afgestudeerd vanuit het conservatorium. Dat, toevallig is dat tot nu toe zo geweest, dat we vooral personen vanuit het conservatorium hebben gevraagd of afgestudeerd zijn. Dat is ook bij Aida het geval, right? Ja. Ja. Maar dit is niet per se een criterium. Okay. Dus, Maar wel gewoon iemand die actief is in de muziek. Ja. Ja, en zijn verhaal wil vertellen. Ja. Of haar verhaal wil vertellen. Want dat is ook, niet alle artiesten voelen zich daar prettig bij. Ja. Het is gewoon, ik kom het ding doen en ik ga weer weg. Ja. Maar het is juist ook belangrijk om je verhaal over te brengen. Zodat mensen je ook van de andere kant leren kennen. Mm-hmm. Die connectie ook wat meer met je kunnen maken. Wat meer over je te weten komen en je wat meer opdrachten ook gunnen. Want daar gaat het uiteindelijk over. Dat je ook groeit. En dat is eigenlijk het concept van het ondersteunen van het totaal culturele veld eigenlijk. Ja. Hè, om dat te doen. Ja. Ik vind het initiatief van Thalia echt heel erg bijzonder. Dus ik weet dat het trekken is. En soms heb je het idee dat het trekken is aan een dood paard. Ja. Dat begrijp ik ook wel. Ja. Maar ik heb wel de overtuiging dat de volhouder wint. Dus je mag nooit je overgeven eraan, want je staat er niet bij stil bij hoeveel mensen het wel aankomt. Gelukkig wel, ja. En wat we ook zien, en dat is ook mooi, langzaamaan zie je toch de gemixte interesse. Mm-hmm. Dus men is meer geïnteresseerd ook in het Surinaams talent. Ja. En dat zijn we steeds meer aan het ontwikkelen. Ja. En dat moeten we ontwikkelen gewoon als gemeenschap. Juist. Moet dat komen. Ja, want er is zoveel talent. Ja, het is prachtig. Sowieso. Daar komt er gewoon trots op te zijn. Ja, zeker. Nog een talent. Ja. Ja, en we waren Aida een beetje aan het plagen. Net omdat Jason, Eddie Whitey, is natuurlijk jouw wederhelft. Ja, jouw partner op meerdere fronten. Ja. Want ook creatief hebben jullie elkaar gevonden. Ja. Dus het is natuurlijk heel mooi dat hij er als eerste was. En dat jij nu aan de beurt bent. Maar te zeggen dat jullie en in het huis van Eddie Whitey die toch ook wel open boek zijn en wel jullie verhalen willen delen. Ja. Helemaal. Ik wil niet vooruitlopen op het verhaal dat je gaat vertellen. Mm. Maar als je moet voorbereiden op 19 mei, want dan is het Theatercafé. Heb je dan toch het gevoel dat je misschien meer van jezelf moet prijsgeven omdat je publiek of het concept dat vraagt dat je eigenlijk zou willen? Toch wel. Maar juist dat maakt artiest zijn mooi. Ja. Als je de mooie dingen van jezelf en de minder mooie dingen van jezelf kan delen met je publiek. En ik denk dat er daardoor een diepere connectie ontstaat tussen jou en je fans. Of jou en je toekomstige fans. Of de mensen die gewoon geraakt worden door jou. Ja. Door jouw muziek en hetgene wat je doet. Ja, want jij bent zangeres. Ja. Ja. Hoe actief ben je? Eigenlijk heb ik een tijdje een pauze ingelast.
overwege mijn andere werkzaamheden. Mm-hmm. En Gina die vroeg mij, ze zei, Louise, wil je geen deel zijn van Theatercafé? En haar concept, dat concept, mm-hmm. vond ik interessant. Hebben ze gezegd, nee, het is iets moois om weer te starten. Ja, dus het is mijn start. En ik maar is het dus je start na de pauze die ja, je genomen na de pauze, ja. Na de pauze, restart. Restart, ja, oké. Okay. Ja. Okay, dus hopelijk vind je uit het Theatercafé toch wel weer de motivatie om wel weer te, zeg maar, door te gaan of opnieuw te beginnen. Of, zeker. Ja, ik weet niet hoe je dat zelf noemt. Doorgaan, opnieuw beginnen, hoe noem je dat? Doorgaan. Doorgaan. Ik denk dat elke artiest, het is niet iets nieuws. Mm-hmm. Ik denk dat elke artiest een pauze inlast. Ja. Of een pauze heeft. Mm-hmm. Of zich gaat focussen op iets anders. Het lijkt alsof je ergens benzine nodig hebt mm-hmm. om door te gaan. Ja. Mm-hmm. En, creatieve tank weer even opvullen. Ja, ja. En je groeit ook. Het is een artiest zijn is een groeiproces. Mm-hmm. Je bent niet direct daar waar je wil, waar je wilt zijn. Je blijft groeien en dat maakt het mooi en dat houdt het interessant. En als je bent bijgetankt, heb je eigenlijk een nieuwe energie mm-hmm. waarmee je doorgaat. Niet ja. start, doorgaat mm-hmm. met waar je. Want starten is wanneer je met iets nieuws gaat beginnen. Mm-hmm. Wanneer je doorgaat yeah. en consistent blijft in hetgeen waarmee je bezig bent. En laat zien van, hé, ik heb dit achtergelaten. Ik ben gegroeid ja. en dit is wat ik nu te bieden heb. Jij bent zangeres. Ja, ja. Hoe lang zit je al? Ja, eigenlijk moet je zeggen, ik denk als je zangeres bent, dat je eigenlijk gewoon ermee bent geboren. Mm. En het start ergens in je jonge jaren. Maar op een gegeven moment ga je over tot echte acties. Hè? Ja, dus echte klopt, shows klopt. Of performances. Ja. Hoe lang ben je daar al mee bezig? Professioneel zal ik nemen vanaf 2011. Ja? En hoe lang heeft je pauze geduurd? Hoe lang duurt je pauze nou? 6 maanden. Dus van 2011 tot 2023 ongeveer was je wel ja, actief. Ja, was ik wel actief. Wat ja, ja. was voor jou in die periode je hoogtepunt? Waar was in die 12-jarige, 13-jarige carrière voor jou dat je zegt van dat was echt voor mezelf het moment waarop je jezelf hebt overtroffen? Mijn concert. Mijn mm-hmm. afstudeerconcert van het conservatorium. Heel mooi. Ja. Heel mooi. Oké. Okay. Ja. Okay. En nu wordt aan jou de challenge, omdat mm-hmm. er gevraagd wordt, zoals Gina dat zegt, wat zijn jouw toekomstaspiraties? Dus nou weet ik niet als je mij dat wil vertellen, of als je zegt, nou we gaan het bewaren tot mensen in het theatercafé ja, komen. Dat is benieuwd. Voor zondag 19 mei. Ja. Heel goed. Ja. Ik kan het toch proberen. Ja, nee. Ja, heel mooi. Ja, dan moet ik proberen. Ja, kijk, als ze iets loslaat. Nee, dus ik heb een paar dingetjes wel al gevraagd. Hè? Ja. 11 mei begonnen, conservatorium afgestudeerd. Dat ja. zijn hele mooie mijlpalen ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar wat ik voornamelijk bijzonder vind, is dus inderdaad de samenwerking. Mm-hmm. Het feit dat artiesten niet alleen maar kunnen optreden, wanneer ze dus gevraagd worden mm-hmm. voor een optreden. Mm-hmm. Maar dat ze inderdaad door Thalia het podium krijgen om ook gewoon te zijn, ja. te mogen zijn en ja. te vertellen wat klopt. Ze zijn, wie ze zijn, wat ze klopt. Willen en ja. vanaf waar ze naartoe willen. En het, daardoor er een andere energie vrijkomt dan alleen maar, oké, mag ik je boeken en mag ik je ja. boeken. Ja. Maar dat het ook gaat. Hoe heb jij jouw nummers geselecteerd die je op die avond tegen horen gaan brengen? Dat mag je me wel vertellen. No. Want we moeten wel de mensen overtuigen om te komen luisteren naar je. Dus. Het is een verhaal. Ja, oké. Okay. En in mijn verhaal zal ik meenemen. Vooral welke muziekstijlen mm-hmm. mij hebben geïnspireerd. Okay. Of mij nog steeds inspireren. En ik heb een selectie gemaakt van een paar nummers. Ja. Mm-hmm. Waarbij er ook luisterfragmenten zullen zijn. Zodat het publiek kan meeluisteren. Ja. Okay. En ook kan meevoelen wat ik voel. Ja. Okay, wanneer ik dat hoor. Ja, moet ik je nu vragen wie jou gaat begeleiden? Of weten we dat eigenlijk al een beetje? Nee, we weten het niet. Nee, we willen het gewoon niet zeggen. Maar ik kan het wel raden. Maar het is echt iets anders. Ja? Ja. Oké. Okay. Je moet erbij zijn. Okay. Echt waar. Okay. Ik hoop dat het je lukt om erbij te zijn. Maar is het goed. Is totally different. Toen Gina me vroeg, dacht ik, oh, van heel groot ben en al. Mm-hmm.
Totally different. Totally different. Totally different. Nou, ik denk dat dat genoeg trigger is om te kijken wat 19 mee gaat brengen. Ja. Dames, alvast gefeliciteerd met het initiatief. Heel mooi dat Aida de gelegenheid krijgt van Natalia. Gina en Aida, hartelijk bedankt voor de informatie aan u. Volgt u de berichtgeving over waar de kaartjes toegang en wat u mag verwachten op die avond. En dan verwachten we u daar ook om ervan te genieten, om Surinaams talent te ondersteunen. 19 mei zijn ze dus in Theater Thalia. Die faciliteert de productie van HB Media, Theater Café. Louise, Aida staat centraal. Dus als u vrij bent op 19 mei, loop langs en maak nader kennis met een bijzonder Surinaams talent. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende aflevering. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.